de koning. Koning mag geen misbruik maken van zijn macht. Alles wat hij wil? Nee, niet alles, maar wel heel veel. Hij mag niet schoppen slaan, inbreken en allemaal dingen stelen. Geld stelen. Nou, helemaal niemand. Zomaar snoep pakken. De botten kapot gooien. Illegaal vuurwerk aansteken. Dat de koning bijvoorbeeld gaat rondlopen en dat hij dan iemand tegenkomt en dan het geld afpakt. De hele dag achter de tv zitten, dat mag ook niet. Misschien scheiden. Roken. Op de muur tekenen. Mensen in de gevangenis zetten. Naar een ander land en dan als daar een president is. En dan bepalen over die president. Andere landen gewoon zomaar, zonder dat hij het vraagt, afpakken. Niet pijn doen. Hij mag niet van de trap afglijden. Snoepen bijvoorbeeld. Liegen. Vechten. Dat sowieso niet. Niemand mag liegen, maar soms doe ik toch. Behalve boeren laten en scheten. Niet staan plassen. Ja, als de koning iemand doodschiet, mag hij ook gewoon de gevangenis in. Mensen laten werken, dat die mensen gaan slaan. De Turken mag je bijvoorbeeld niet uit het land sturen, want dan krijg je ook heel veel op je dak en dat is niet zo fijn. Als slaven gebruiken, discrimineren, dat mag allemaal niet. Zijn eigen regels overtreffen. Door rode rijen. Nou, hij mag natuurlijk geen misdaden plegen. Als er op een bord staat iets wat je niet mag doen, dan mag je het niet doen. Best veel. Je mag niet alles, maar heel veel. Hij mag eigenlijk bijna alles doen. Ik wil gewoon alleen maar dat er in de wereld gewoon goede dingen op zijn, maar helemaal geen slechte dingen.